They're running. Careful. We don't know what's in there. No. Yo, lieve mensen van Twitch Gaming. En leuk dat je weer kijkt naar Assassin's Creed Origins. We gaan doen met waar we gebleven zijn. En dat is Reach the Vault. Dus laten we naar die... Oh, kijk. We hebben wel alle pijlen. Nice. We hebben alles weer. Mooi. En ik kan me niet spelen zonder pijlen en dat soort ongeheim. Heavily fortified. Behave, my love. Behave, oké. Okay. Siste, confute. State. Take those intruders down. Ik moest me gedragen dan. Hoppakee. Brand. Quidest gulam perdidit poenam. Kijk, ik zie even Ennis uit die weekend moet hebben, maar oké. We pakken jou wel. Hallo. Kom eens van je paard af. Of van je kameel, wat de flip dan mag wezen. Flip op. Be cautious. Finish him! Goed zo. Proibere, duilo! Flip. Morzate, bastardo! Et mortui! Goed zo. Nou wil ik mijn pijlen terug. Want jullie kosten me allemaal pijlen. Ta-da-ta-ta-di-da-ta. Oké, we hebben alleen 33 pijlen voor het andere, maar oké, maar niet uit. We hebben 33 pijlen voor de andere boog. Nee, niet de beste boog, maar alsnog. Het zijn pijlen. Pijlen zijn pijlen. Wow. Oké, we need to reach the vault. We gaan naar de kluis toe. Pa-da-pa-pa-pa-pa. We liking it. It was Flavius all along. Be. He brought Caesar and the Romans here, hoping to take complete power. We trusted him. We were fools. Yeah, best well, yeah. Whoa. Ha! Ha! Whoa. Dismount. Yeah. Oké, Zenu. Tel me de weg. Tell me the way. Die zullen we sowieso nog wel wat veilig vinden. Daar zit het sowieso. Nou, we gaan gewoon met die baan. Want ik word hier best wel moedeloos van. Blijkbaar hebben de guards er dus ook last van. Weet wat? Oh, goed. Chill. Altijd nog handig om te hebben. Zit beneden. Oh, we moeten dus eigenlijk ook naar beneden toe. Fijn. Not me! Het nog! Ja, en jij gaat er ook zo aan. Hier. Wat? Liggen! Wat doe ik doen? Bedankt voor je pijl, man. Ja, oké,
Jullie gaan dus niet aanvallen, maar jullie gaan toch eigenlijk wel in de aanval. Ja, alsjeblieft. Vervelende kereltjes. Oké, okay, waar moet ik hier naar beneden toe? Hoe gaan we hier naar beneden? Die kant op. Dan die kant op. We must be careful not to be seen. Danger lies there. Help dan mee, Muts! Is dat de... Oh, hier is de vault. The vault is opening! Run for cover! Look, the vault. They are frightened of the opening door. They're running! Careful, we don't know what's in there. No. We must find out what happened. Bayek, how are we dreaming? What the flip is it? Who could imagine such a land as this? Holy moly, what the flip is dit? Het is veel te geavanceerd voor Egypte. Who created this? The gods themselves. Here's the story of mankind. Hmm? Bayek. Bayek. Wat? It is Hepzibah. Het lijkt op... Huh? My Sammy. What? Your life is done here in the desert dust. They took my closest friend. We must rush to stop Flavius. No! We cannot leave him here. He deserves a proper farewell. Daar geef ik hem wel gelijk in. Of een goede dokter. Nou, wat? Waarom moesten ze zo nou naar de vault? Wat zit, ahead, er zit niks in. I am with you. Hepzibah knew nothing of the order. There was no cause for him to be killed. Flavius ripped out his heart as a message to me. It was he who killed Chemu. My husband. Oh, damn it. We will end this. En ze staan al te wachten. Nee, niet. En wat? Bayek. You found. Ik weet nog steeds niet wat dat in die vault is. Het lijkt op een wereldgloop in een super geavanceerde ruimte. I saw what happened. It was horrible. Oh. Oké, okay, vertel hem maar. The leaders entered the temple vault. Septimius and Flavius. The objects they carried opened it as if by a god's hand. Hepzibah tried to stop them, but they rendered him helpless. Nee. Hoe kan de deur voor ons open gaan alsnog? They entered the vault. A blue fire seemed to emerge. I fled to Noahville. The entire village lost its reason and fell to the ground like dogs. They have destroyed Siwa. They must die. You dat gaan ze ook zeker zeker doen. Bayek, Aya. You have the prayers of the entire village to support you. Let us bring Hepzibah to his rest. Mm-hmm. Then we will seek justice. Oeh, Egypte komt in opstand. We lijken. Maar dit soort dingen zijn zo geweldig voor dit soort games. Let the embalmers come. We pray Anubis accept this ornament in place of his Hepzibah heart, such that Hepzibah may walk free in the field of reeds. Hepzibah, old friend. I miss our talks, Hepzibah. And drinking beer. Grandfather, I have missed you. I only wish you could have known Chemu. Mm-hmm. Maar dit is wel veel loot, man. Animals. Hmm. Using the necropolis as a den.
Ik ga even de boel helemaal oplichten. Ik wil even weten wat hier allemaal in zit. Want ik zie dat er behoorlijk wat loot hier moet liggen. En ik wil eigenlijk alle loot wel even hebben. Kijk, een beetje erg waarom ik het zeg, maar... alsnog. Not a deal. Okay, we gaan even daar praten. Hepzibah would have wanted you to have this. The weapon he prized above all others. I am honored. Welk wapen is dat? Hepzibah. Regular sword. Nice. We hebben eigenlijk weer eens een keer een zwaard in ons midden. Zwaard en dan ga ik pakken alsnog die terug. Het alleen hebben dat we geen hooi kregen. Oké, okay, we praten some met jou. Some villagers captured a Roman soldier and questioned him. Flavius is headed for Cyrene and Septimius for Alexandria. Goed zo. I will kill Flavius. There's a farm at the border of Cyrene. Mm-hmm. Someone there may have seen Flavius pass through. As for me. I will cut out the heart of Septimius. Goed zo. I feel as though wherever we go, tragedy follows. Perhaps we should come to terms. It is hard. I don't want to let go, but... every time I think of you, I think of Hemu and everything we lost. Ja, je verliest elke keer wat, man. Me too. So for now, we kill. Farewell, Aya. Goed. Wat is dit? It has been too long, son. Zo'n zoons dingetje. Ik dacht dat er misschien nog iets ging manifesten. Goed. Maar dit ga ik bewaren voor een volgende aflevering, lieve mensen. Dus ik hoop dat jullie deze video wel leuk vonden. Beloof natuurlijk even met een blauw duimpje omhoog op deze video. Iets kortere aflevering dan normaal. Abonneer je op dit game en volg me op Twitter, Twitch en op Facebook. Link zit hier beneden in de beschrijving. En ik zie jullie graag de volgende keer weer terug bij Assassin's Creed Origins. Let's keep you, keep that. De volgende keer. Later.